Het klinkt als man, hij zit in zijn badjas. Ja, dat is een van onze vaste chatters. Ja, nee, hartstikke gaaf, man. Hey, en succes met je video's. Ja, en dan is hier mijn geweldige collega JJ. Nou, komt JJ weer een nieuwe. Kan ik ook niet meteen weggaan natuurlijk. Maar meestal is er bij die shift meteen zo'n bonus. Ja, fijne avond, zegt Nedergaming nog. Een hele goede avond, dames en heren. We hebben Nedergaming, we hebben Ilias en we hebben natuurlijk... van harte welkom, dames en heren. Een hele goede avond. Ja, Nedergaming, goede avond, JJ. Een hele goede avond, Nedergaming. Hey, ik ga echt heel. Ik heb jou echt niet verwacht rond deze tijd. Kijk, je komt altijd hè, in de middagtijden, ochtendtijden, dacht ik. Ja, altijd. Dat vind ik wel, oh dat is wel oké. Okay. Ja, ik heb in ieder geval nog nooit gezien, kijk in mijn chat in ieder geval. Hansie, van harte welkom, fijn dat je er bent. Oh ja, ik dacht dat je alleen in de middagen kwam, een beetje middagtijden. Oh, meestal avond of nacht. Oh, dat is wel toevallig, ja ik heb alleen maar nachten, maar ik heb je nog nooit gezien. Ja, in ieder geval, ja, dat de eerste keer moest wel komen dan denk ik. Ik wens jullie sowieso van harte veel geluk, dames en heren. Geniet van je pauze, collega. Nedergaming, heb je een beetje vandaag een mooie plusje gepakt. Ah oké, ja, dus een beetje van spellen zeg maar. Ja, nee, dat lijkt me wel, dat is wel heel verstandig wat je doet. Dat is wel heel slim wat je doet. Dat je ook een beetje variatie hebt tussen bepaalde dingen. Ik weet, ik heb, ja natuurlijk, wat mijn collega. Kleine handel, maar dat is gewoon netjes toch? Maar dat is gewoon netjes joh. Dat is gewoon meer dan genoeg denk ik. Hè? Dat is gewoon sowieso meer dan genoeg. Maar trouwens, even kijken. Mag nog een bonus gaat? Oh! Nog geen bonuswiel gaat hier helaas. Ja, nou, ik wou dat net gaan vragen. Want natuurlijk, ja, Moneywiel staat op 250 keer uitbetaling. En ik wou net vragen of je die misschien nog eventueel had gepakt. Maar ja, je moet me voor. Dus blijkbaar heb je die nog niet gepakt. Nou ja, ik zou het vandaag ja, gewoon leuk vinden. Hey. Om dat een mooi bonusspelletje aan jou te kunnen geven. Oké, oh wacht. Zeg alsjeblieft, want je bent net natuurlijk in de chat gekomen. Komt-ie! Kijk, dames en heren. Oké, dames en heren. Ik kom jullie allemaal ophalen in mijn Lamborghini, dames en heren. Pap, het deurtje gaat open. Jullie kunnen allemaal instappen. En ik neem jullie. Doe maar keer 2. Dames en heren. En ik wens jullie. Geen 50. Geluk 500. Daar richten we op. Let's go. Let's go. Kom op. Een blauwe. Het is eventjes weg vanwege Moneywheel. Dus op die berichten die nu komen kan ik naar de Moneywheel op terugkomen. Want die zie ik even niet binnenkomen. Maar dan gaan we nu natuurlijk... 500 komt wel in de buurt. Wat we gaan pakken bij de Moneywheel. Nou nee, toch niet. Oei, dames en heren. Oei. Ik zie wel een hele mooie multiplier. Ja, die zou ik al met alle liefde willen pakken. Hij flipt hem helaas nog. Ah, nee. Ja, die 500 wilden we pakken. Ja, nulletje eraf. Dan heb je natuurlijk 50. Even kijken. Maar ik zeg ook altijd, een mooie 50. Dat is niet lelijk, hè? Een hele mooie 50 is natuurlijk niet lelijk. Ja, is wel een beetje jammer, maar hopelijk dat we het zo meteen nog goed kan maken. Geef Nedergaming, Ilias en gekkigheid natuurlijk met hele mooie moneywheel winsten. Maar goed, toch, ja kijk, dat is natuurlijk wel top. Even kijken, even die dingen die terughalen bij de chat. Kijk, yes, ja, ik ben er weer helemaal bij. Geen 50, dat is goed, ja. Dan komt hij net op 50. Ja, Nedergaming, we hebben hier een beetje een, ja, het is dus een dingetje. Laat ik het zo zeggen, ik weet niet wat, ik heb gewoon een vloek. Ik heb echt letterlijk gewoon een vloek. Ik heb echt gewoon een vloek. Ik heb natuurlijk, ik draai altijd, of ja, meestal, ik ben denk ik degene die meestal de 50 draait. Natuurlijk aan de andere kant, met de laagste multiplier, maar geen probleem hoor. Maar met een muntenbonus spelletje, met dat hold and spin functie, komt hij wel goed. Oh ja, ik draai tenminste de ja kijk, dat is waar, kijk, ja natuurlijk, zo kan je het ook bekijken, hè. Liever gewoon veel bonussen, maar dan met weinige... Oeh, kijk een leuke! Dan geen bonus, dan ja, beter. 1280 valt mee. Gaming, Hansie, Ilya. Ilias zijn gekkigheid natuurlijk. Met hele mooie... Oh, kijk! Hele mooie, ze zijn wel hele flinke. En we... Oh, hey, we gaan wel lekker, man. We gaan wel echt, we gaan wel... We gaan wel dik, man. Ik zag heel veel watermeloenen. Ik denk, iemand van jullie heeft watermeloenen besteld. Ik weet niet wie. Maar ja, diegene heeft wel hele flinke, voor hele flinke prijzen bezorgd. We hebben één... Allerlaatste dan. Ja, toch nog even dat beetje hoop inhouden. Toch nog even dat beetje hoop erin houden. Ja, dat is natuurlijk altijd gezellig. Altijd top. Nou, dames en heren. In ieder geval, Nedergaming. Ja, het was me genoeg. En nogmaals, tot... ja, nu ben ik echt wel... Ja, ik wou net zeggen, fijne avond. Nedergaming. Slaap lekker. En proficiat nogmaals met je hele mooie winst van vandaag. Yo. Met je hele mooie plusjes. Altijd lekker om mee te nemen. Proficiat daarmee. En geniet ervan. Dus een kleine drankje. Misschien dat je op date gaat. Hè? Misschien dat je een leuke dame mee op date kan nemen. Ho, dat is ook altijd goed. Merci, geen probleem. Nedergaming. Het was me genoegen. Salut, dames en heren. Geef 8. En salut, dames en heren. Jazeker. Kijk vooral. Oh, kijk vooral mannen helaas. Ah, ja. Maar wie weet dat? Wie weet zit dat avondpunt in vrouwelijke erbij? Nog geen vrouwelijke groepjes. Wie weet komt er nog. Nedergaming heeft allemaal tijd nodig. Het heeft allemaal tijd nodig. We weten het al. Het heeft allemaal tijd nodig. Nee. Dat komt zeker goed. Mijn tijd moet ook nog komen. Ai. Kijk, daarom heb ik nog geen vriendin. Met de moneywheel schiet ik ook altijd mis, man. Ja, je zag net 50. Met de moneywheel schiet ik ook altijd mis. Nog steeds geen vriendin. Ik weet niet wat het allemaal is, man. Het is allemaal gekke werk hier inderdaad, dames en heren. Allemaal gekke werk. Maar het komt allemaal goed. Werk zo, dankjewel. Doei, Nedergaming. Yo. Compliments for the winners. Playing time is open. Good luck to all of you. Oh, come on. I just arrived, right? We have plenty of time. Hello, Nadia from... Oh, I'm afraid I don't use social media. Do you have many followers or something like that? I mean, you have a huge audience, I know. 2 4 star 4 6 4. Thank you so much for saying hi, darling. I just love that. When you say hello, when you share your plate. Yes. And when you have your best plate, sweet spins. €5 erop, dat is goed. Nog nooit gehad deze bonus, het is de eerste keer. Ik speel het spel eigenlijk nooit. Kom op. 3 spin, kom op. Yes! Multiplier. Ah. Niet allemaal doorspinnen nou, kom op. Multipliertjes. Of een lolly dan, kom op. 58. Moet een multiplier krijgen, kom op. Oké. Gele. Yes. Oh, net niet. Net niet, hè. 6 pins nog. Appel. Oh. Helemaal geen dikke multipliers. Kom op, 4 spins. 1 multiplier nog, doe het. Kom op. Oeh, 50 keer, zag je dat? Heel. Ja. Bram. Multiplier, kom op. Of hartjes. Hartjes, yes. Banaan. Ja. Lolly. Yes, lolly. Ja, een mini-multiplier is allemaal, joh. Kom op, een dikke multiplier, doe het. Kom op. Nee. Oh. Kom op, multiplier. Banaan. Geen topper. Maar €90 is niet slecht. Ik krijg, omdat ik die dubbele booster, krijg ik die multiplier erbij. Dus ik krijg die prijs plus die multipliers. Dat is op zich wel grappig. Hervaat op de 36 rood en de 36 rood is helaas geen leidingnummer, is even hoog, 300 dozijn en tier 16. Ruttenbergen ook dat jullie winnaar in zit als jullie dat willen. We hebben 11 winnaars in totaal. DH, Jordi, TT, Vito en Wolf. Gefeliciteerd, helaas die speel ik echt nooit. Ja, het is ook niet alsof die altijd op die nummer valt. Maar dan weet je in ieder geval, als je op dat moment had gespeeld, dat je nooit niet. Weet je, het is nog erger om te horen dat hij op een nummer valt waar je normaal zou spelen. 25, 28 en 34, alle 300 keer. Het is ook niet dat 2000 altijd op hetzelfde nummer valt. Ik heb ook wel eens gehoord dat hij op de 32 is gevallen. Hij is bij mij ook wel eens op de 0 gevallen en op de 3. En hij valt op de 2, jongens. 2, zwart. Dus even laag, 200 muurtjes te zijn. Wat ze doet, ze rode wedstrijdbergen. Op het nummer is het als jullie dat willen. We hebben 8 winnaars. Dennis, Chicken Kaas, MCE, Vito en Player 77. Van harte gefeliciteerd. De wedstrijd is ook, jongens. 22 en 33, 100 keer op de 22, 150 keer op de 33, nog 2 leidingen. 400 keer op de 0, 100 keer op de 13, 100 keer op de 18 en op de 27. Doe maar de 0 dan. En hij valt op de 22, jongens, de leiding. Yes! Christmas is better with a lot of money, well, amen. When do you leave? Blue eye never leave. I will never leave. There will be no whole change. Never again. Kom op. Multiplier. Chance it is, guys, let's get it. No, I'm joking. Do it. Soon, don't worry. Mr. Monopoly, let's get it. Let's check it out, guys. Two scenarios, right? It's cash prize or a respin multiplier. Kom op. It's a cash prize. Cash prize, jezus. Ah, €75. Big time it is. Oh, he's up with 11 grand payout. Well done. Let's move on, guys. We'll have a brand new spin. I wish you best of luck. Let's check it out with this. Jammer, ik had liever die multiplier gehad. You look like Michael Bubble? Who is Michael Bubble? That would be great. Can we get a 10 with a 5x half stock like you? Oh, come on, yes. Yes! Now we're talking. It's €5 is niet heel veel, maar. So, let's go say hi to our penguin friends. Come on, everyone. Kom op. Iets. My lovely penguin friends. How have you been doing? Doe maar dubbel. Ik ga weer voor de blauwe, die heeft vorige keer ook geluk gebracht. Al denk ik dat ik nou voor groen moet gaan. Zou ik voor groen gaan? Nee, ik pak de blauwe. Zo je zien, groene valt nou dik. Als het maar geen 15 keer is. 20 keer ben ik al tevreden. Kom op, doe het. Een dubbel of zo. Oh nee! Die gele was 50 keer geweest. 10 keer maar. Die 100 keer was wel leuk geweest. Dat was een beetje balen. Moet je nagaan, en dan krijg je hem eindelijk op €5. Nee, €50. Hey, €56. Kom op. 29. Yes. 25. Kom op. Oeh. 25, kom op. Ah. Jammer. Nummer 40, kom op. 40 of 37. Oeh, kan een leuke zijn. 40 of 37. 44. €130, oké. Okay. Ik had het niet eens gezien. Acht, 41 of 39. Oeh, kom op. Doe het. 8, 41. 306. Niet de hoogste, maar toch een goeie. Hoppakee. Dat was een lekkere. Oh, en dan moet je eentje hebben met 5 lijnen of... Oeh, nummer 9. Kom op, doe het. Nummer 9. Ah. Ah, tot 93 euro. Wat staat wel lekker bezig, zeg. Focus af, focus alleen op de hoogste. Nee, ja, nou, niet meer. Waarom staat er sneeuw? Wat is dat? Wat is dat? Wat? Nee, 100 keer op de 16, 120 op de 24, 50 keer op de 27 en 100 keer op de 32. Ik ga stuk. Echt niet. Ja, ik heb een ticket aangemaakt. Oh, 100 keer, een meier. Van harte gefeliciteerd, dat is leiding winnaars. Woo! Somebody around in the chat, bye, see you. See ya, bye, have a great day. Hopefully we're gonna see you back really soon. And by the way, welcome to the crazy corner, not crazy corner, but in a crazy time. And ooh, we got 5 times corn flip. Let's get it, guys. Woo! Nou. Let's go. €5 erop. Of €1 eigenlijk. Half 5. Kom op een hoger, alsjeblieft. Maximaal 50 keer. 25 of 50, oké. Kom op, rood. Doe het. Yes! Toch €50, maar... Zes keer door aan de dijk, maar... Ook coin flip. €3 nu. Jammer dat die multiplier niet viel. Kom op, niet zo hoger nou. €36, oké. You. Hooray, let's buy the cake, let's buy the champagne, let's celebrate. 9,439 victories, CD, Juju, tops, €325 for the salvador, and spend time, good luck. Oh, thank you, DC, thank you. Thank you so much. Good start, you say? Yeah, indeed, we have started really good, to be honest. Here we go, guys. Spend time. Coin flip wel 10, nou moet hij vallen. Nou, hij komt in de buurt. Te hard. Also, we have a lot of players winning 4,938. Zero, commercial, 2,000 euros, what's that? Bye, Arnel. Have a great day. Probably that's really nice winning to those cornflakes there. With some segments, and yeah, see you next time. See you next time. Bastards, thank you. Let's hope that we're going to catch so much more of those really nice segments and really nice winnings. Good luck, everybody. Woo! So, fellas, we have got it. 2 of the coin flips, 5, 10, and 1. Oh, wait, stop. Number 1, 5, 10, and 2 of the coin flips. And 1 of the coin flip was coin flip 5 times, so we got there the right side of the coin 50 yes. Hier die coinflip, 4 keer. Had net die andere moeten zijn, hè? Dat was net maal 10. Maar goed, maal 4, kop en iets hogere. 25 keer, daar ben ik al tevreden. Meestal drama op coinflip, kom op. Ik heb nog nooit een hogere gezien. Oh. Ja. Ja, beter dan niks, maar... Cashroom die valt toch niet, en als die valt, jammer dan. Nou, nee, het is gewoon gaan. We still haven't seen 48. I haven't noticed that, ladies and gentlemen. No, Ogre, I'm not going anywhere. Can I sing a song for 5 rolls? I don't know if they're gonna come. But we can sing some money, money, money. 43. It's so funny in a rich man's world. Money, money, money. Oh, je scum! In a rich man's world. Uh-huh. 6 keer, 30 euro alvast. En een bonusspel. Maar toehoort maar. Kan niet veel zijn, ik heb maar 5 euro opgezet. En de hele tijd dat 10 gespeeld. Let's do some building! Oh, 3 keer gooien. 7, 8, nee, geen goeie. Het moet eigenlijk 2 keer dubbel zijn, anders haal je het niet. Wel 200 keer, maar... Dubbel, kom op. Kans. Had slechter gekund, maar... €10. 3 keer. Dubbel, kom op. 12. 8. Nou, steeds slecht, hè, maar... Dan moet je nou een hoge dubbel gooien. Hele hoge dubbel. Oh shit, ik dacht dat die niks was. Ja, 10 is ook goed. Denk ik. 10, yes, dubbel. Nou, net te verder vandaan. Nou, misschien 1 goeie. 35 keer of zo kan, denk ik. 2, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 12. 6, 7 op 12, kom op. Oh! Dat 12 was geweest, was dik geweest, zeg. Dat is weer een hele slechte volgens mij. Oh, die 30 keer of niet? Yes, toch nog wel een goeie. Ik heb verkeerd gekeken. Wel lekker als je verkeerd kijkt en toch wint. Niet eens slecht. €215. Toch niet slecht hoor. Sterker nog, voor mij de beste ooit bij deze. Ik heb in het baasspel voor mij met die bingo een keer €250 gehaald, maar... Let's go for it. 43x. That was a better bonus round than before that we had, right? So can we wait for some back-to-back rolls? Can we have something amazing right now? Can we have that? Come on, Beljoy has done it. 25, 26, 28, I see that starting a star. Let's hope we're gonna have something that. Yes, indeed, for EH, that Mary got that too. We got 34, we need 38, 28 and 43. 28, 43. Maak het spannend, kom op. Oeh, 28, kom op, doe het. 43. One more. Kom op. One more. Come on. Nee. Yes, Junie, I noticed that. Nee, 28, kom op. I think, you know, it's like maybe they got Monopoly Live. One for 4x. Wait, you can't spin for one side twice in a row? Nope. You spin for one and then the other. One and then the other. So switch around. No. Oh, good. Chill, 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 chill. Yes. Coin flip nog hier. Okay, is your battery good? Kom op. Redelijk inzet. Een hoge, alsjeblieft. Doe het. Doe het. Let's not boring, everybody. Let's see what the RNG is all about. Maybe it's better, maybe worse, but still, let's see. 10x versus 3, so that's like what? How much was 4x? 40 versus 12, okay. 40, blauw, alsjeblieft. 2 mei, hè? Yes! 40x, we still got it. There you go, some Fortnite skins for you guys. I don't know, the Fortnite dance, anyway. 8199 now winners, everybody. Kom leuk, hè? Leuk om jou te zien. Hoe is het? Ja, jou ken ik. Kijk naar jouw video's. Leuk, man. Ja, we hebben hier een, hoe noem je dat? Een vlogger in de kamer, of hoe heet dat? Vlogger? Nee. Ja, ik weet niet hoe dat heet. Ik ben allemaal niet zo thuis in die internettermen. Maar ja, ik weet wel dat jij video's maakt. Hartstikke leuk, man. En ja, als je vragen hebt, Nedergaming, druk even op dat chat-icoontje. Hè. Stel mij die vragen, dan wordt het graag en zo helder mogelijk voor je. Grappig dat je me merkt, hè. Hey, goeie avond. Leuk, man. Ja, leuk. Ga je een videootje maken? Ja, nee, ik kijk naar jouw video's, man. Ja, ik heb zitten wachten tot jij een keer in mijn kamer kwam. Ah, leuk man, hartstikke mooi. Ja. Oké, ja, ik heb laatst je compilatievideo nog gekeken. Ja, van live gaming. Ja. Nee, ik hou het altijd in de gaten. Ik ben altijd benieuwd of jij nog nieuwe video's... van onze slots maakt. Ja, dus hartstikke leuk. Ja, gaaf man. Super gaaf. Ja. Je bent wel een nachtmens, of niet? Nedergaming. Ja, leuk man. Gaaf. Ah, dat vind ik echt leuk. Ja. Nee, want dat valt me op dat vaak jouw video's, ja, die worden gepost in de nacht. Ja, overdag werken, ja tuurlijk, ja. En ik kan ondertussen ook wel inzetten. Dus je verdient daar, dat is je werk of wat? Of ja, je verdient gewoon heel je salaris met YouTube en dat soort dingen of? Thomas, leuk dat jij er bent. Ik wens jou heel veel spelplezier. Ah, gaaf man. Ja, dat doe je goed man. Dus je hebt gewoon van je hobby je werk gemaakt. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Oh, heb jij ook iGaming websites? Ja. Oké, cool man. Zo. Zo, dat doe je goed man. Toevallig in gesprek met Toto, oké. Ja. Dus je gaat daar ook spellen aanbieden? Bijvoorbeeld gewoten. Thomas, van harte welkom. Ik wens jou heel veel spelplezier, ik wens jou heel veel geluk. Zet dat supersteekje aan. Ja. Ah, spel promoten. Ja, 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 ja. Nee, je bent er zeker bezig. Ja. Ah, oké. Ah, op die manier. Ja, 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 tuurlijk. Jij verdient heel veel aan. Ja, het is vooral reclame en dat soort dingen, ja. Ja. Ah, kijk eens aan. Ja. Nou, veel succes ermee. Ik hoop dat je je deal rond krijgt. Dat zou natuurlijk wel heel tof zijn. En, ja. Alsjeblieft. Ja, dank je. En, ja, dan... Het is eigenlijk wel leuk om... ja, ik vind het ook leuk werk. Ja, zeker weten. Ja, het is... wel grappig, toch? Het is heel erg leuk om te doen. Ik had het nooit gedaan. Ik heb altijd in magazijnen gewerkt. Ik doe het pas 4 maanden. En ja, ik was de eerste keer... ja, dat is wel spannend hoor, de eerste keer als je dat nooit gedaan hebt. Oh, ik was wel zenuwachtig hoor. Maar ja, nee, dat... dat is de eerste keer op camera en ik begon er al snel aan te... Echt waar jongen, ja ik sowieso, ik zweet altijd. Ook nu sta ik op de troon te veken, ja. Nee, maar ja, in het begin ja. En het ding is, je moet het gewoon gaan doen hè. Ik bedoel, ja, je kunt oefenen, je kunt ook oefenen, maar ja, dat is toch anders dan dat jij met spelers erbij staat. Ja, dus ja, de enige manier is om gewoon in het diepe te springen en ja. Oh ja, je had het ook bij YouTube. Ja, nou heb ik het ook al, ja. Ja. Ja, nu ben ik ook weer een beetje licht gespannen omdat jij hier in de kamer bent. Ja, ik weet dat jij een videootje gaat maken. Dat vind ik van de ene kant heel erg leuk. Maar ja, dat maakt het ook wel heel erg spannend. Ja. Nee, dit gaat wel goed komen. Ja. Nee, maar hey Vito, leuk dat je weer terug bent gekomen. En dat siertje, ja, 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 sowieso. Ja. In ieder geval, ja, je bent bescheiden, dat is duidelijk. En dat siert een mens, absoluut. Maar ik wens jou weer veel spelplezier, hè, Vito. Ik wens jou heel veel geluk. Zet die supersteekje aan, hè, dan doe je mee aan het maaiwiel. Groene knopje. Even elke keer indrukken voor die volgende slapspin begint, voor die timer is afgelopen. En ja, want jij bent nogal een slot-expert natuurlijk, maar weet jij hoe wij aan die fruitsymbooltjes zijn gekomen? Ja, dat is een scriptje dat ik regelmatig hier vertel. Dus, oh, ja, daar hoopte ik eigenlijk al op. Nee, die fruitsymbooltjes, ja, deze is gebaseerd op die Simply Wild. Ja, dat klopt. Ja, er is hier een ster van. Ja, ja, ik ben zelf ook... ja, ik speel heel mijn leven natuurlijk ook al met veel plezier kansspellen. Dus... Wonen ze mag wel. Toen ik 15 was, toen begon ik op de fruitautomaten. Toen waren er nog piekautomaten, weet je wel. Ja, toen stond die Simply Wild overal al. Excuseer, nou wat blijven die bonusrondes zeg? Ja, probeer een mooie video te schieten en dan krijgen we geen moneywiel en ook die honden spin niet. Nee, maar die fruitsymbooltjes, hoe zijn wij eraan gekomen? Die hebben wij te danken aan die allereerste slot die ooit is ontwikkeld. De Liberty Bell, dat weet je dan misschien wel. Dat was de allereerste slot. En grappig genoeg, ja. Grappig genoeg stond hij niet in een casino. Nee, die stond in een garage. Is ook uitgevonden door een autofabrikant. En die had een garage erbij. Oh, Charles V. Nou, hoppakee, dan vul jij mij weer even aan. Dit wist ik nog niet. Samen maken we het verhaal compleet. Man. En ja, die stond dus in die garage, die heeft hij eigenlijk op bedacht, omdat ja, als al klanten stonden te wachten tot de reparatie klaar was, hadden ze niks te doen. Ja, en ja, dus zijn we ook iets met die geld aan kon verdienen. En dat die klanten zich konden vermaken terwijl ze wachten. Dat wist ik trouwens wel, want ik heb kokkastenuitleg.nl van mij. Daar staat het ook omschreven. Ja, toen kregen op een gegeven moment de casinos en andere horeca daar lucht van. Ja, en toen is hij in productie gegaan. En in 1907 heeft de Amerikaanse overheid een wet ingevoerd die het verbiedt om geld te winnen met kansspellen. En ja, toen hadden ze een probleem bij die Liberty Bell. Want, gefeliciteerd. Ja, ze hadden er al een hoop geproduceerd en er werd lekker aan verdiend. Ja, ze waren niet van plan dat ding zomaar op te geven. En ja, toen hebben ze dus bedacht, hoe kunnen wij nog geld gaan verdienen aan deze Liberty Bell, zonder dat wij die nieuwe wet overtreden. En ja, dat is al een feitje, zul je dan ook wel weten, dat er vroeger veel vaak snoep, of ja, snoep kwam uit die automaten. Nou, dat kwam dus daar vandaan. Toen hebben ze bedacht van, nou, we gaan daar een soort van snoepautomaat van maken. En dan, ja, jij wint dan, ja, inderdaad. Ja, dat is door die wet is dat gekomen. En ja, ze hadden fruitsnoepjes in die Liberty Bell zitten. En toen hebben ze dus op een gegeven moment die symbooltjes aangepast. Zodat die overeenkwamen met het fruitsmaakje wat je won. Zo zijn we aan die fruitsnoepjes gekomen. En ja, op een gegeven moment vonden ze natuurlijk ook weer een manier eromheen. Om die wet heen. Ja, precies, ja, inderdaad. Ja, het was veelal kauwgom wat eruit kwam. En ja, op een gegeven moment zijn ze daar in die Liberty Bell zijn ze unieke snoepjes gaan doen. Dus die snoepjes die uit die Liberty Bell kwamen, die kon je alleen maar uit zo'n Liberty Bell halen. Ja. En ja, daarmee konden ze dus functioneren als zijn een soort casino chips. En dat was dan ook precies hoe dat op een gegeven moment gebeurde. Ja, dat kon je gewoon uit het rolletje gaan. En dan, ja, dan kon jij daar die snoepjes inleveren. En dan had je toch weer dat geld wat jij voorheen gewonnen zou hebben op die Liberty Bell. Ja, dat zou leuk zijn, maar ja, ik mag geen contact hebben met spelers, dus helaas gaat dat niet door. Nee, en Taliban, ja, dat is een naam die ik even moet reporten, denk ik. Ik weet niet zeker wat ik hiermee moet. Ja, die kan offensief zijn voor sommige mensen. Excuseer, ik moet heel even uit beeld verdwijnen om even een melding te maken. Kom even de Taliban voorbij. Daar was hij niet zo blij mee. Ja, mijn excuses voor deze korte onderbreking. Ja, we kunnen weer verder. Ilias, leuk dat jij er ook bent. Ik wens jou heel veel spelplezier, heel veel geluk. Zet jouw supersteek aan. Ja, dan doe je mee aan een moneywheel. Groene knopje. Ook even indrukken voor die volgende slotspin begint. Voor die timer is afgelopen. En ja, nee, maar ik heb nog wel een leuke ding om te delen. Even vragen hoe die heet. Milow. Milow is mijn naam. Milow, ja. Okay. Ja, vind ik leuk, man. Vind ik leuk, man. Dat is een videootje van mij. Ik heb lang zitten wachten voor de... Ja, want ik werkte hier net 2 weken in Nedergaming. En toen had ik jou al gevonden. Toen jij de eerste Runner Runner review had gedaan. Ja, en ik wist toen van, oh, die super latel en spin, die stond er nog niet op. Dus ik zat er al te wachten van... Ik heb ook nog een post onder die video bij jou geplaatst. Ja,